weer vannacht een explosie in een distilleervet bij het bedrijf Flexoplast in Haans. Door de ontploffing ontstond brand, maar die weer gauw uit. Hoe de skeer en de oorzaak is nog niet bekend. Het bedrijf dat verpakkings maakt, is van de morgen weer met de productie begonnen. De bergingscombinatie Mammoet en Hebo Maritiem Service zal in Alphen aan de Rijn de omvallen kranen en de bregen van BSB uit Burgen bergen. De bedrijven hebben de opdracht gekregen omdat zij de meeste aandacht hebben voor de veiligheid en de hinder voor de omwonenden. Op 3 augustus voelen de bregen en de kranen om. De burgemeesters van het Bild, Frentje Terdiel en Menamerdiel nemen voor 2 weken mekaars plak in. Fred Veenstra van Frentje Terdiel is juist naar het gemeentehuis van het Bild in Sint-Anne gien. Tom van Maurik van Menamerdiel is naar Frentje Terdiel en Gerrit Krol van het Bild naar Menamerdiel. Op 1 januari 2018 fuseren de gemeenten. Het is de dag van de kreemzorg en dit hier wordt extra omdenken vregen voor het veilig sliepen van poppen. Witse deer komt heel iets minder voor in Nederland. In 1985 ging het om 190 baby's, nu binnen er minder dan 20. Jong klaart het op en zil de zinnen schijnen. De temperatuur is 9 graden. Morgen eerst bewolkt, maar de zinnen komt er letter bij en dan wordt het 19 graden.